Ik heb net mijn kameel geparkeerd in de Molenstraat. Kom ik bij de drie gezusters. En laat dat eens goed uitkomen. Want ik ben op zoek naar een paar lekkere zusters voor in mijn haar. Laten we proosten in het Midden-Oosten. Zou zijn in de woestijn en je mag maar één ding meenemen. Wat zou je dan bij je willen hebben? Water. Biertje. Kleren. Water of zo. Broodje saté. Mijn zus. Nicky. Een 2 liter fles water. Mijn computer, man. Ja, dat is best wel lastig eigenlijk. Maar als ik één ding zou mogen meenemen, dan zou het deze zo zijn. Ja, ik wil... Het enige wat ik mee zou nemen is een goede vriend. En navigatie of zo? Een quad. Een quad. Ja, dan kan ik weg. Mijn beste vriendin. En dat is? Denise. Ja, en meerdere hele mooie vrouwen. Zusters voor in mijn harem. Hoeveel kamelen zou ik dan moeten betalen? En jullie vader? 14. Ah, we zijn best prijzen hoor. 16 op zijn minst. Een miljoen. Een miljoen kamelen? Kamelen. Die, ja, maar die groeien mij niet op de rug joh. We denken dat een kameel kost. 0,5 vrouw. 1000. 1000? Ja, maar dan heb ik wel een ginger. Hoeveel kamelen zou ik moeten betalen om haar van je over te nemen? 5. 5 kamelen. 5 kamelen, oké. Okay. Jij hebt geen idee wat een kameel waard is, hè, lieve schat? Nee. Oké, 20. 20. Ik geef je 16. Dit was een heerlijk productief avondje. Genoeg vrouwen kunnen vinden voor mijn harem. Nu moet ik alleen even op zoek naar 400 kamelen en een broodje deuner. Want ik begin wel een beetje honger te krijgen van al die lekkere dames.